Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en naart en geen financieel advies. En we gaan kijken naar 6 grafieken van Bitcoin. Gaan we een mini bear market tegemoet of krijgen we een diepere correctie en een langere correctie dan dat? Is de bull market voorbij? Daar gaan we naar kijken. We gaan kijken naar Ethereum, we gaan kijken naar SafeMoon. En deze video wordt in samenwerking gemaakt met CryptoInsiders.nl. En als jij wilt stemmen op de altcoins die ik behandel in deze video, dan kun je daarop stemmen als crypto member. Dan beginnen we met wat korting. Het is Koningsdag binnenkort. En heb je nou in paniek verkocht, weet je niet hoe je moet traden, dan kun je er natuurlijk gebruik van maken. En we weten ook op Koningsdag zullen er geen grote feesten zijn. Dus kan je maar beter leren traden, zodat je in de toekomst kunt voorkomen dat je in paniek gaat verkopen. En misschien juist bijkoopt als er veel bloed op de straat is, zoals ze dat noemen. Wat is er allemaal? Voor deel 1 hebben we een mooie korting van 15%, voor deel 2 20%. En als je ze allebei tegelijkertijd koopt, dan krijg je maar liefst 25% korting. En de codes die staan hier, koning 15%, koning 20%, koning 25%. De link naar de cursuswebsite vind je onder de video. Maak er gebruik van, ze zijn geldig tot 28/4, dus tot en met Koningsdag zelf. Dan gaan we kijken naar Bitcoin, hè? Dus ik heb dit al deels verteld op in een andere video van de week, maar ik wilde er toch nog kort over spreken en even laten weten wat het beeld is nu en ook voor degenen die het gemist hebben. Maar als we naar de maandelijkse kijken, en de vraag is, hebben we nu een top bereikt voor deze bull market, ja of nee, en gaan we een bear market in? Nou, wat we wel zouden kunnen krijgen is wel een mini bear market, want nou, je ziet het hier eigenlijk al, hè, Bitcoin is sinds 3500 eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. He, dus zonder een echte noemenswaardige correctie op de maandelijkse, ja, zijn we eigenlijk vooral omhoog gegaan. Dus dat kan natuurlijk niet. He. Niks gaat alleen maar omhoog. Er komen ook dalingen natuurlijk. En dat hebben we ook eerder gezien in de bullmarkten. Als we bijvoorbeeld terugkijken naar 2017, toen zagen we ook en als we ook even de RSI nog benoemen, de RSI was ook heel erg hoog, tegen de 90 aan. Dus het is niet gek dat het gebeurt en we zagen dat ook eerder in 2017. Ja, en als je het aan mij vraagt, ik denk niet dat we in een bear market zitten. Ik denk wel dat we een tijdelijke pauze in de bull market kunnen krijgen, wat ook gewoon gezond kan zijn om toch even die dip ook in die RSI te krijgen. Dus je ziet hier dat we ook toen de tijd 1, 2, 3, 4, 5 maanden alleen maar groen hadden en toen op de 6e maand een rode maand en daarna ging het vrolijk door naar boven. En als we kijken naar 2013, en toen was de RSI ook flink overbod. En je kunt je dus afvragen, als we in de maanden hierna weer zo hoog gaan, dat we dan inderdaad wel echt een top zouden kunnen gaan bereiken. Want ook in 2013 zagen we dat. Dus toen zagen we ook hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 maanden groen. Toen 3 maanden eigenlijk naar beneden, 2 rode maanden, 1 groene maand, 3 maanden naar beneden. En vervolgens kregen we daarna ook weer een hele sterke stijging, eigenlijk een tweede fase van de bullrun. Waarbij de RSI opnieuw boven de 90 kwam, tot de 96. En daarna startte pas de bear market. Dus ik denk niet op basis van de grafieken dat we de bull market top hebben bereikt. Maar we zouden hier wel tijdelijk wat meer kunnen gaan consolideren. En op de lagere timeframes gaan we kijken wat dat inhoudt. En hier zijn we uiteindelijk zelfs flink teruggetrokken. Hè, zelfs van de top naar de bodem, 77%. Dus dat was heel flink. En in 2017 was het alweer de helft. Toen kregen we 40% ongeveer. Dus ik vermoed, en als we naar de grafieken kijken, dat we eerder support zullen vinden en niet eens die 40% zullen gaan bereiken. Maar goed, moeten we wel rekening mee houden. En wat betekent dat dan voor de koers? Dat we hier 1 of 2, misschien wel 3 rode candlesticks kunnen krijgen. Zolang we boven de 0,382 blijven, in mijn ogen de 43.800, ja, is dat het bullish. Hè? En vaak zien we in een bullish beweging dat de koers inderdaad niet boven die 0,382 komt. En in dat geval zouden we ook iets van een bull flag kunnen vormen in de komende maanden op maandelijks niveau. En dat zou heel sterk kunnen zijn. Ik heb het nog niet eens bekeken trouwens, maar als we er een bull flag van zouden kunnen maken, hè, we pakken hem redelijk conservatief. Dan kun je zeggen dat we naar de 114.000, 115.000 dollar gaan. Dus dat is het mooiste scenario in ieder geval. Maar goed, je ziet het ook hier al. Als eenmaal die tweede fase komt, dan gaat de koers ook flink omhoog. Dus dat voor de maandelijkse in ieder geval. Dan de wekelijkse. Ik heb het al vaker gezegd dat de koers die heeft al die tijd nog niet de 21 IMA getest. Dat is deze oranje lijn die je hier ziet. Elke keer tot nu toe was de 8 IMA, de gele lijn, in het huidige jaar
support. Maar we testen altijd eigenlijk die 21 EMA in de bull market voordat we doorgaan naar boven. Even deze aan de kant halen. Dus hier maakten we allemaal testen en daarna bouncen we er mooi vanaf in de bull market. Dus dat verwacht ik ook zeker hier als dat gebeurt. De week is nog niet gesloten. We hebben nog anderhalf dag te gaan, ongeveer iets meer dan anderhalf dag. Maar goed, we hebben nu de 8 EMA als support verloren. En dat maakt de kans zeker groot dat we op de lage timeframes misschien iets van een bullflag gaan vormen de komende dagen. En dan doorgaan richting de 21 EMA die op dit moment op de 44.000 ligt. We zien ook dat er hier support is op de $45.000. Dus die $44.000 tot $45.000, dat is zeker een potentiële target als we hier verder terugtrekken. En we zien ook dat hier nu de RSI flink aan het afkoelen is. En het bear volume neemt hier eigenlijk ook toe. Dus dat is voor de bears een positief punt, voor de bulls een minder positief punt. En dus dat is wat we zien op de wekelijkse. En we zien ook dat we eindelijk ook de higher lows hebben verloren. Dus hier hadden we een higher low, higher low. En dit was eigenlijk ook nog een higher low. En nu voor het eerst breken we dat dus eigenlijk. Dus dat betekent niet dat we meteen een wekelijkse downtrend krijgen. Dat zou in mijn ogen wel betekenen dat we een bear market zouden starten. Maar dat betekent wel dat de bulls op dit moment iets meer moeten gaan teruggeven. Om hier in ieder geval een higher low te gaan vormen op de wekelijkse. Dan eigenlijk wat er op de maandelijkse werd genoemd, dat zagen we ook in de eerdere bullmarkten. En dit is hoe Plan B het visualiseert. Dat er een dip was in die koers voordat de koers verder omhoog ging. En dat is waar we nu zitten. En daar lijken we nu iets eerder te zijn dan in de eerdere bullmarkten. Dan, andere redenen om ook toch nog steeds bullish te zijn op Bitcoin. Waarom ik denk dat er geen bear market is. En als we kijken naar het aantal bitcoins dat op de beurzen staat, dat is deze oranje lijn. Die is al een hele tijd alleen maar naar beneden aan het gaan. Op een volgende grafiek zullen we zien dat er wel een kleine bump omhoog is. Maar de trend is naar beneden. En eigenlijk kunnen we niet van een bear market gaan spreken zolang die bitcoins van de beurzen worden gehaald. Want die worden bewaard voor de langere termijn. Of in ieder geval totdat de bull market richting een einde gaat. Dan zie je dus dat deze lijn de andere kant op gaat. En dat zien we nu nog niet. Ook bullish. De miners die zijn eigenlijk niet aan het verkopen en op bepaalde grafieken kun je zelfs zien dat ze aan het accumuleren zijn. Dus ook dat is bullish voor Bitcoin en geloof ik daarom ook nog niet dat we een bear market hebben. We zagen hier wel een bump dus in de afgelopen dagen dat we meer bitcoins naar de beurzen heen ging, maar de downtrend is nog zeker aanwezig. Komt hier nou een mooie uptrend, dan zouden we wat meer moeten oppassen en dat zal ik dan ook delen in de video's. Dan Bitcoin op de CME Futures grafiek, grotere rising wedge, naar beneden uitgebroken. We hebben nog een grote gap liggen hier op de 62.000 tot 57.000. En de gap, of tenminste de futuresbeurs, is gesloten op de 50.845. En we zien dat er een sterke support ligt op de $46.000 tot $44.000 ook. We zien hier op de dagelijkse een hammer candlestick. Dat is wel een bullish candlestick. Dus we zouden hier vanaf maandag, als die beurs open gaat, toch weer even in ieder geval omhoog moeten gaan. Maar ik verwacht wel dat we een lower high gaan maken. En hoe hoger we komen, hoe beter dat is. En dat zullen we zo op de Bitstamp grafiek ook even bekijken. Nou, dit is de cursus waar je dan de kortingscode voor kunt gebruiken. Handel in Bitcoin en cryptocurrencies, technische analyse, je leert wat traden is, hoe je kunt beginnen, waar je moet beginnen en hoe je dus trades kunt vinden. En je komt ook in de premium Discord groep terecht waarbij ik meerdere updates over de dag heen deel, zodat je op de hoogte bent van wat er gaande is. Dan kun je natuurlijk ook een weekje meedraaien in de premium Discord groep om te kijken of het wat voor jou is. Je kunt ook de gratis kennismakingscursus doen. Dan leer je in ieder geval een goede basis over wat traden is. En voor degenen die zich verder willen verdiepen in cryptocurrencies en handelen, dan kun je ook deel 2 doen. Dan krijg je meer een verdieping in hefboom traden en hoe je dat dus kunt doen zonder te veel terug te geven. En je kunt dus ook de code gebruiken om handelen deel 1 en deel 2 met een grotere korting te kopen. Dan nog een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. We kunnen niet waarschijnlijk overal aan het bier gaan met Koningsdag. Maar je kunt het bier ook naar je huis halen natuurlijk. En hoe kan het beter dan met een Bitcoin biertje? En je vindt er ook allerlei andere toffe producten. Je vindt de link onder de video. Dan Bitcoin op de daily grafiek.
He, dus wat we hier eigenlijk zien is echt een waterval aan rood. He, dus de koers die is maar naar beneden, beneden, beneden gegaan. En he, dus eigenlijk al een grote long squeeze. He, te veel mensen waren bullish. Te veel mensen wedden met een hefboom dat de koers omhoog zou gaan. En dat heeft echt een cascade van liquidaties veroorzaakt. Nou, en de situatie zoals ik hem nu zie is eigenlijk als volgt. De bulls moeten zich hier gaan bewijzen. Als ze dat niet doen, dan zie ik de koers zeker nog wel naar de $45,000 tot $42,000 gaan. En als we een beetje geluk hebben, dan loopt die 200 moving average ook daar, zodat we niet al te diep zakken, want deze zal dan een support vormen. We zien dat de RSI praktisch oversold is. Die zit nu op de 32. Misschien dat die op sommige beurzen wat dieper zit. Maar dit is ook iets wat we al lang niet hebben gezien. De daily op een RSI oversold, ja, dat is gewoon een koopmoment eigenlijk altijd geweest. Dus ja, hoe dieper die RSI gaat, hoe meer ik bijkoop in een trappetje naar beneden. Hè, nu al je kruid verschieten, dat is gewoon niet verstandig, want we kunnen zeker dieper zakken. Maar goed, wat kunnen we in de komende tijd verwachten? Wat moeten de bulls doen om weer ons bullish te krijgen? We zien dus dat van de top naar de bodem, hè, dus van de 65.000 tot de 47.500, is de koers nu wel een beetje aan het bouncen, maar dat doet het heel zwakjes. Zolang we onder de 0,382 blijven, de $54,000, ja, ben ik bearish en verwacht ik dat we iets van een rising wedge of een bear flag die er al staat kunnen vormen om een tweede trap naar beneden te krijgen en richting die targets te gaan. Hoe hoger we komen, hoe beter. En dat betekent dus als we naar de 56.200 kunnen komen, en ik haal dit even weg, dan zouden we nog kunnen spreken van een evenwichtpatroon. Die kan even goed naar beneden uitbreken, maar dat maakt het in ieder geval wat minder bearish. He, dus als de koers naar boven uitbreekt en een lower high maakt, dan is de kans groter dat het een high low maakt. Waarschijnlijk op deze groene supportbox tussen de 51.000 en de 50.200. En vervolgens zouden we dan een verdere uptrend kunnen krijgen. En in het slechtere geval wordt dit een evenwichtpatroon en dan kan dit nog dagen, weken duren voordat dat uitbreekt. En dit kan dus nog steeds altijd uitbreken naar beneden. Maar dat is in ieder geval iets meer hoopvol voor de bulls. Komen we naar de Golden Pocket regio, dan is dat nog sterker. Dan zou het nog steeds een evenwichtpatroon kunnen vormen, maar dan zijn de bulls al een stuk sterker in ieder geval. Op de korte termijn moeten de bulls in ieder geval de 47.000 en 555 verdedigen op Bitstamp om iets meer bullish te mogen blijven. En anders kunnen we ook vrij hard doorgaan naar de support op $45,000. Dan, wat ik gisteren dus ook deelde in de Discord groep. De bullish divergentie, die lijkt nu uit te spelen. Al moet ik zeggen dat de bounce niet heel erg sterk is. Maar soms begint het langzaam en krijgen we daarna een goede boost omhoog. Dus wat we zagen is een lower low op de koers. Vervolgens een higher low op de RSI. En dat noemen we bullish divergentie. Dus wat ik gisteren zei in de Discord groep is, we zien nu bullish divergentie. Daar wil je op instappen. Hè, en dat wil je doen in ieder geval trapgewijs. Dus we kregen een bounce omhoog. En daarna kwam de koers terug naar de Fibonacci zone. Dus dat was een mooi moment om in te stappen in ieder geval. En wat we nu zien is dat die bounce niet extreem sterk is. Hè, overnacht hebben we een rising wedge gevormd. Wat dat betreft valt het volume voor de bears eigenlijk heel erg mee. Dus het is niet een hele sterke daling. Dus ik denk ook niet dat we de technische target zullen bereiken wat de onderkant is van deze rising wedge. Op de lagere timeframes hebben we nog wel ook weer een rising wedge gevormd. En die is ook naar beneden uitgebroken. Maar die kan ook zeker wel zijn technische target op de 49.495 halen. Maar zolang we in deze daling boven de Golden Pocket regio kunnen blijven, is dat eigenlijk vrij sterk. Want wat we zien is hier een high, low, vervolgens een lower high. Maar als we nu hier een high, low kunnen maken, is dat de start van een trendverandering. En als we vervolgens ook hier een high, high kunnen maken, hè, dus dat de koers hier ergens boven blijft of boven die Golden Pocket in ieder geval, en vervolgens een bounce omhoog krijgt, en in ieder geval de laatste high hier verbreekt op de 51.000, dan kunnen we in ieder geval spreken van een uptrend. En dat betekent ook dat we in ieder geval op de dagelijkse voorlopig de bodem hebben bereikt. Dus dit is wat de dagelijkse heeft gedaan. Die maakt dan hier een low. En als we dus een 4 uur uptrend krijgen, dan kunnen we in ieder geval spreken van een low op de dagelijkse. Maar de kans dat we een nieuwe high gaan maken is in mijn ogen vrij klein. We gaan kijken naar een lower high. En vanuit daar zit afwachten. Gaan we de low breken en de daily downtrend voortzetten. Dan gaan we naar die 45.000, 42.000.
En het minder bullish geval, maar ook niet al te bearish geval, krijgen we dus een evenwichtpatroon. Wat we krijgen is wat dat betreft nog even afwachten. Maak je plan en bereid je ook zeker voor dat we naar de $42.000 kunnen terugvallen. Dan Ethereum. Ja, die zal voornamelijk Bitcoin volgen. De bounce op Ethereum is wat dat betreft wel sterker. De koers van Bitcoin kwam eigenlijk vooral tot de 0,382. Hier hebben we in ieder geval de 0,5 bereikt. Ook hier zal Ethereum voornamelijk Bitcoin gaan volgen. Het Ethereum versus Bitcoin paar is wat dat betreft niet al te zwak, moet ik zeggen. En dat is ook de reden waarom Ethereum eigenlijk wat sterker is en niet te hard aan het vallen is. En we hebben hier een high, low, low high. En wat we nu moeten doen is een high, low vormen. En als dit in het best case scenario voor de altcoins gaat Bitcoin inderdaad ook range op de daily. Dus dan krijgen we ook zo'n evenwichtpatroon. Dat zou eigenlijk nog beter zijn voor de altcoins, want zijwaartse beweging, dat is goed voor altcoins. En als we dat krijgen, dan zal Ethereum versus Bitcoin zal ook zeker hier eventueel een potentiële evenwichtpatroon kunnen gaan vormen om vervolgens eruit te breken. En als die naar boven uitbreekt, is dat positief voor Ethereum. En als laatste kijken we naar SafeMoon. Ben benieuwd wie van jullie kijkers heeft hierin geïnvesteerd. Laat het weten onder de comments in ieder geval. In mijn ogen is het een beetje een scamcoin. En die heeft een hele mooie pump gehad, dat zien we ook vaker. Heeft ook een heleboel teruggegeven. En daarbij is het onder de Golden Pocket gekomen. En nu zien we vanaf de 0,786 Fibonacci zien we in ieder geval een bounce gaande. En die bounce is eigenlijk redelijk sterk. Vanaf de bodem, dus hoeveel procent is dat inmiddels? Dat is 100%. Nou, dus als je de bodem had gekocht, was dat in ieder geval heel mooi geweest. Maar dit is waarschijnlijk klaar in mijn ogen en kunnen we verder naar beneden. Dus de bounce die we nu krijgen is wat dat betreft, even kijken, niet al te sterk. We zijn op de 0,382 Fibonacci gebounced en dat is een zwakke bounce. Dus zolang de koers onder de 0,000074400 blijft, cent is dat dan ook, verwacht ik ook dat dit in ieder geval naar beneden zal zakken. En in het beste geval houden we hier support op de Golden Pocket regio eerder. En anders gaan we in ieder geval door naar de onderkant om hier ook een symmetrische driehoek te vormen. Ja, hoe het verder gaat met shitcoins vaak, sorry voor hoe ik het noem, maar is dat die dan toch vaak verder naar beneden uitbreken. Tenzij er heel veel bullish nieuws komt voor SafeMoon. Maar scams die blijven vaak niet lang overleven. En we zien op dit moment ook op de 4 Shooting Star Candlesticks. Dus lange wicks aan de bovenkant. En dat geeft vaak aan dat de koers inderdaad hier een daling moet krijgen. Het heeft ook een mooie 100% stijging gehad. Dus dat is ook niet gek. Dus dat voor SafeMoon. En wat het daarna gaat doen, is waarschijnlijk een evenwichtpatroon hier ook. En die kunnen naar boven of naar beneden uitbreken. Dus dan kun je op deze manier krijgen. Dan gaat hij in ieder geval weer terug naar de 0,786 om die lows te testen. En in het slechtste geval door naar de laatste weerstand, wat dan support zou moeten gaan bieden. En bij een uitbraak naar boven, dan kunnen we kijken naar de Golden Pocket regio op de, 0,0001002800 cent. Dus dat hier zo ongeveer. Goed, dat was het voor deze video. Kortom, ik verwacht niet dat we een bear market in zullen gaan. We hebben nog niet de top gezien van deze bull market. We zouden wel 1 tot misschien wel 3 maanden consolidatie kunnen krijgen. Hopelijk in de vorm van een bull flag. Om vervolgens de bull market verder te hervatten. De on-chain data spreekt in ieder geval nog uit dat we in een bull market zitten. Ik denk dat dit gewoon een technische correctie is die nodig was. En dat we daarna weer omhoog kunnen gaan. Goed, dat was het voor deze video. Vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet de codes niet te gebruiken om de kortingen te krijgen op de cursussen. En ik zou zeggen, happy trading en een heel fijn weekend.